Yo, what up, beste kijkers van mijn channel. Welkom terug bij Kingdom Come Deliverance, aflevering 12. Nou, we krijgen een mooi muziekje op de achtergrond. We horen eens eventjes. Ik sta hier bij de hoogste ingang van Rattay. Rattay, maakt er niet uit. We staan bij de Combat Arena. En ik heb eigenlijk best wel buiten de opname lang moeten zoeken naar mijn paardje. Ik was hem letterlijk kwijt. Ik was namelijk een keer afgestapt. Vervolgens zijn we allemaal dingen gaan doen. En later, toen ik op zoek ging naar mijn paard, was ik hem kwijt. Uiteindelijk gevonden, hij stond letterlijk bij Lord Radzik voor de deur bij zijn kasteel. En ja, we zijn best wel met de story bezig geweest. We hebben het een en ander gedaan in de vorige afleveringen. En wat we nu moeten doen, we zijn op jacht gestuurd. Op jacht door een van de hogere mannen van Rattay. We zijn op jacht gestuurd met die klootzak. En best wel uit de hoogte. Wat is het? Prins of zoon van de koning? Een van iets. Maar we moeten met die gast gaan jagen. En ook die gast zelf heeft er geen zin in. Zo ook ik heb er geen zin in. Hey, wacht eens eventjes. Die gast heeft ook gewoon een questmarker boven zijn hoofd. Ik ga in ieder geval van harte welkom heten. Kingdom Come Deliverance, aflevering 12. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show, een like droppen. En let's go, jongens. Welkom terug. Any chance of some work here, Captain? It all depends on what you're ready to do, my lad. I'm sure you've noticed the roads around here are swarming with brigands. Sir Hunnish has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Rattay in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending their nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Whoa, okay. Lekker. Very well. That sounds amusing. Well, as for amusement, I'd entertain myself by being very careful, lad. Dat is een best wel mooie sidequest, to be honest. Eindelijk even wat killen. Killen in de middeleeuwen met daggers. Game saved ook meteen met daggers. En bandits een keer killen. God damn. Waar ik me buiten de opname een beetje mee bezig heb gehouden is... Ik ga jullie het snel laten zien. Dat is niet dit knopje, Denne. Dan gaan we naar player en dan gaan we naar skills. Kijk mijn herbalism. Mijn herbalism staat gewoon bijna op level 8. Wat ik dus heb gedaan, ik ben buiten de opname. Het klinkt misschien interessanter dan dat is. Ik ben een bospad ingerend en ik ben alles gaan plukken wat ik tegenkwam. Van brandnetels tot paardenbloemen tot hier. Dit zijn bijvoorbeeld brandnetels. Hier, nettle. Dan krijg je dit kleine filmpje. Je hebt dit soort dingen die je kan oppakken. En je hebt ook gewoon de simpele paardenbloemen, madeliefjes, maar ook bijvoorbeeld verschillende paddenstoelsoorten. En daarmee, als je dit dus continu gewoon blijft volhouden, ik heb dit letterlijk anderhalf uur lang gedaan. Het klinkt echt mega saai, maar wat ik eigenlijk gewoon in de background heb gedaan, is ik ben die dingen gaan plukken om herbalism omhoog te krijgen. Waarom dan? Vraag je af. Zo van, waarom ga je in godsnaam planten continu plukken? Buitenopname, dat lijkt super saai. Ik wilde gewoon die skills omhoog krijgen, want mijn oog was gevallen op deze skill point hier. Als ik bijvoorbeeld nog de witte bloem meepik, dat is dan zo'n type bloempje. Je hebt hier nog wat klaprozen. Poppies zijn dat. Meer poppies. Super cute, grappig om te doen. En je skillt ondertussen je herbalism. Als je namelijk gaat naar die herbalism skill, je gaat naar player, je gaat naar skills, herbalism. Dan staat er één perk bij, die heet Lag Day. Als je dan kijkt naar de info, dan staat er dus het oppakken van kruiden, die hele activiteit, die zorgt ervoor dat je niet alleen je herbalism omhoog gooit, maar ook strength. Want wat doe je als je bloemetjes plukt? Precies, je hurkt. Daarom heet de perk Lag Day. Je traint namelijk je spieren. Maar elke keer wanneer we dan dus bloemen zullen plukken of paddenstoelen of weet ik veel wat, dan gaat dus ook je strength omhoog. En als er iets belangrijk is in dit spel, dan is het wel je strength. Dus ik ben daar best wel gehyped over. Ik wil dus eigenlijk redelijk snel mijn herbalism skill op 10 hebben. Daarnaast, wat ik ook nog heb gedaan, ik heb er een skill point in gestopt. Flower power heet het. En er staat dus dat als je genoeg plantjes op zak hebt. En dat heb ik nu, ik heb een paar planten bij me.
Die geven een bepaalde geur af, waardoor je een charisma bonus krijgt. En inderdaad, ik zie het ook bij mijn stats. Moet je kijken, er staat hier... Mijn charisma staat op 7, plus 2. Ik heb dus een charisma van 9, wat echt fucking goed is om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dit soort kleine veranderingen in skill, level, weet ik veel wat... maakt het toch best wel weer interessant om ook iets als herbalism te levelen. Nou, ik hoop in ieder geval dat dat duidelijk is. En zo kan je echt veel oppakken. Ik geloof dat dit soort plantjes kan je dan weer niet oppakken. Maar je kan gewoon daar een beetje mee experimenteren. En ik vind het erg leuk in elkaar gezet. Wat ik in ieder geval ga doen, ik ga de map erbij pakken om duidelijkheid te brengen. Het is marker A op de kaart. Het is een hoofdmissielijn. En we moeten dus met Lord Capon. Dat was die gast. Ik weet nou niet of hij daadwerkelijk een koning is of een zoon van de koning. Maar Lord Capon moeten we gaan ontmoeten at dawn. In de courtyard of the upper castle. We moeten gaan jagen met een gast die zo uit de hoogte tegen ons doet. Die gast is er zelf niet blij mee, ik ben er niet blij mee. Maar het is wel een perfecte manier om hem misschien iets beter te leren kennen en een andere kant van onszelf aan hem te laten zien. Ik zie hem sowieso daar al chillen. Zie je? Dus ik ga even afstappen. Ik weet niet of de quest al gedaan kan worden. Het is waarschijnlijk helemaal geen eens dan. Ik hoop eigenlijk wel dat het gedaan kan worden. Anders moeten we weer best wel lang wachten. In ieder geval van harte welkom allemaal. Ik hoop dat ik een beetje duidelijkheid heb gebracht met wat ik heb gedaan en wat we gaan doen. Welkom terug allemaal. Let's go. Storyline. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. Whatever you say. Ongelooflijk dat de dialoog zo loopt. Ja, weet je wat het is? Ik heb een gestolen paard. Dit spel ziet het nog steeds als gestolen paard. Het is niet mijn paard. De honden gaan mee op jacht. En ik ga deze gast dus volgen. We gaan met hem op jacht. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb, als ik naar mijn inventory ga en mijn weapons, zijn eigen bow, want die heb ik van hem gewonnen, heb ik geselecteerd. En ik gebruik de tournament arrows. Daar heb ik er 7 van. En daarna hebben we long distance arrows. Daar heb ik er 49 van. Mijn dagger heb ik op zak. Die heeft alleen een lage... moet je het noemen? Conditie van het wapen. Dus eigenlijk moet ik die weer slijpen om tot een hoger niveau te krijgen. Stelt slijper werkt niet. Bij zo'n grindstone dan moet ik hem eventjes naar de weaponsmith brengen. In ieder geval, dat is waarmee ik me bezig ga houden de aankomende tijd. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop jullie ook. Ik heb honger. Heb ik choppings bij me. Ik heb letterlijk op dit moment geen voedsel bij me. Let's go! Waarschijnlijk kom ik onderweg wel weer zo'n, hoe heet het tegen hoor. Zo'n pot waaruit ik kan eten, dan heb ik ook geen honger meer. Want anders gaan mijn stats naar beneden, weet je wel. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir. Anush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I'd just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Panosh is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Okay, hij doet al wat aardiger. Aardiger dan ik had verwacht in ieder geval. Oké, we moeten op dit pad blijven. Ik merk dat mijn paard zich een beetje raar gedraagt als ik een lange tijd met hem loop. Dit is omdat hij is gestolen en we dus eigenlijk geen band met hem opbouwen. Natuurlijk bouw je wel gedeeltelijk een band op en een skill voor paardrijden überhaupt. Dat staat onder horsemanship als je naar player gaat. En even kijken waar het bij staat. Het is volgens mij een van mijn skills hier. Horsemanship.
En zo zie je dus dat daar heel veel in te leren valt. Hoe krijg je deze überhaupt omhoog? Door de simpelweg mee te rijden. Hij staat op 81%. We zijn level 2, bijna level 3. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Ik vind onze character echt heel erg schattig. Hij is gewoon aardig. Zijn voice acting zit dik in orde, waardoor je met hem meeleeft. En deze gast komt eindelijk een beetje tot zinnen, man. Zie je, mijn paard gedraagt zich echt weird af en toe, man. Horsemanship mag wel echt snel omhoog. En we mogen op zich ook wat harder rijden, hoor. Maar waarschijnlijk omdat ik in die dialoog tegen hem heb gezegd... Hey, ik heb geen paard. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... We discovered an accident, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Scalets and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. What the fuck? What is this for, you? You can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. God damn, this is best an eind wat we aan het doen zijn. Het gebeurt trouwens gewoon geheel automatisch. Ik heb hier geen inbreng op. Het is een stuk story. Samen met Sir Lord Capon. Dus ja, ik ben benieuwd. Maar je ziet het, hè? Het rijden langs een simpel paadje levert al best wel wat op. We discovered a nest, an accident, et cetera. Je kan echt veel doen in de wereld. En daar ben ik ook best wel benieuwd naar. Dat los van de story gaan we al dat soort dingen ook doen. Van kruiden plukken tot ongelukken, bandit, camps, weet ik veel wat. Ik ga jullie gewoon veel laten zien. Dit is een RPG let's play. A la Den Aden. En jullie weten wel een beetje wat je daarvan kan verwachten, right? Zeker voor de mensen die The Witcher bij mij hebben gezien. Die moeten dat wel snappen. Hier, ik vind het ook echt een heel mooi stuk waar we heen moeten. Oh, wauw. Graphics poppen in. We'll make camp here. Het is echt een grote expeditie met hem blijkbaar. Ik baal er een beetje van dat nou precies nu heb ik honger. Er is eten. Hij heeft er blijkbaar al een kampje. Oh, wat goed. Hij had daar blijkbaar al een kampje. Veel te chill, ik heb geen honger meer. Wel cute hoe die honden hem gewoon volgen. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Wine and bacon. Vet nice. Ik wil dat ook hebben, man. Dat als ik mijn paard heb, dat ik dan dus dingen daarbij kan stoppen. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am. Although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter.
Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... the king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep bleating all the time. Even study is more interesting. The laatste zin. What are we going to hunt? Cumans. What? Cumans? But... you should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Scallets. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Scallets, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... what, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Scallets isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Alright, hij gaat choppen. Wait until dawn. Honden zijn erbij. Ik kan eten van de pot. Ik kan slapen. Ik kan werken voor wat ik allemaal kan doen. Ja, see you sleep. Nou, top. Wat zit hierin? Ah. Er zit in ieder geval wat te eten in. Jesus Christ. Oh, dat is een prima wapentje wel. Nou, ik ga maar slapen dan. Het hunting sword is net wat te zwaar. Om nog bij me te dragen. Ik zit op het moment al aardig vol. Ik heb ook een dagger bij me, dus moet op zich wel voldoen. Daarnaast heb ik een mooie zwaard en een toffe boog. En ik ben heel erg benieuwd wat hij ons allemaal leren zal. En überhaupt kan leren. En hoe interessant deze questline zal verlopen. Want dit is... main story, je kan hier niet omheen. Dit is hoofdmarkering A. En dit is eigenlijk gewoon de verhaallijn van deze game. Dus kom maar op met die dikke quest. Let's go. Top, de game is opgeslagen. Waar is hij? Hij doet nog pittings. Zo cute dat de honden ook slapen. De een ligt daar chill, de ander ligt chill bij het vuurtje. Hij slaapt ook nog. Misschien moeten we nog wel een uurtje pakken. You slept too long already. Dan wacht ik nog een uurtje. Nou jongens, een hele goede morgen. Inmiddels is het licht. En slaapt deze lui allemaal alsnog? Hij heeft zich zelfs omgedraaid. Misschien wordt het tijd om wakker te worden, ouwe. Sir, wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep, damn it. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Jesus Christ, hij gaat gewoon weer naar bed, jongens. Het is... Ah. God damn. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry.
Ik kan dit toch wel eten, of niet? Hey, wacht. Ik kan dit nog plukken, trouwens. Een cave mushroom. Best een mooi bebost gebied. Ik zal even op de kaart kijken waar we überhaupt zijn. Het is natuurlijk wat ik al zei. Main story quest. Dus dit zal vast een stukje mooi gebied zijn waar de developer ook trots is. Zo van, ja, dit is het bos wat ik jullie wil laten zien. My fellow gamers. Het is ten oosten van Talmberg. En ik ben best benieuwd wanneer die best wel verwende gast wakker gaat worden. Want, er hupte al een haasje weg. Zagen jullie dat? Wat als het mij gewoon lukt voordat die man... Oh my god, ik... Holy fuck, dude! Hunted game is a great source of meat, but if the hunter wants to get a trophy or offal, he has to learn the appropriate perks. Ah. Even kijken, we hebben sowieso loot. What the fuck? I just did it, man. Voordat het ons überhaupt is aangeleerd, heb ik het gedaan. Dat is een beetje tegen de draad in. Want die gast is dus nog aan het slapen. Hey, herbalism is dus nu ook omhoog. Degene die het ons leren zou, die is nog aan het pitten. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Okay, dat is gelukt. Are you sick? Ik ga meteen eventjes naar mijn inventory en mijn voedsel. Ik snap niet dat we... Huh, we hebben dit gestolen? Hoe hebben we hazen voedsel gestolen? Op het moment dat ik het net zelf... Ik heb er letterlijk zelf op gejaagd. Nou goed, ik neem 5 van dat mee. Nu is het dus ook niet meer gestolen. Ik snap nou niet echt... de marker of... Oh no, er staat gewoon niks in beeld. Er staat alleen dat ik moet strijden tegen hem... in de jacht op hazen. Oké, dus de onderverdeling is dat je hier een gewei kan meenemen als soort van trophy, weet je wel. Je hebt een hert gekillt, dan kan je het gewei meenemen. Hier kan je bijvoorbeeld een tusk meenemen, dus een hoorn, daar ga ik vanuit. Een slachtand van een everzwijn bijvoorbeeld. Dit lijkt me een haasje. Dit lijkt me bijvoorbeeld een wasbeer of iets dergelijks. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe de quest op zich zal werken. Hoppa. Geloof het of niet, maar de tournament arrows, die ik dus gebruikte, doen meer schade dan de hunting arrows zelf. Ik vind het zo vreemd dat er staat compete with Hans Capon, Sir Hans Capon. En dat er gewoon geen quest duidelijkheid is ofzo. Ik bedoel, ik ben hem gewoon kwijt. Hij is naar zijn eigen secret spot. Daar waar hij veel haasjes zou vinden, zei hij.
Ik heb er nu, even denken, 2 in totaal gekild. 2 haasjes. Loopt hier een mooi beekje. Dus ik denk dat ik maar gewoon moet doorgaan met op haasjes jagen. Ik weet het anders ook niet. Nou, we hebben hier weer een haasje. Ik ben nu maar de andere kant op gerend. Ik heb zomaar het idee dat we hem een soort van moeten achtervolgen of zien te vinden in het wild of zo. En dat als je zijn secret plekje hebt gevonden, dat dan de missie is gehaald. Was dit raak? Nee, hij hupt nog vrolijk verder. Jee, strength is omhoog en mijn booglevel is omhoog. Hier zit weer een haasje. Hier bij de brug in het zonnetje is het wel chill, man. Ah. Oei, oei, oei. We hadden waarschijnlijk gewoon een bepaalde tijd ervoor. Wat doet dit haasje, joh? Hij zit nu precies stil. Oh, wat een. In zijn poepert. Nou, oké, laten we hopen dat we een beetje tegenstand hebben kunnen bieden. Ik heb dus echt geen flauw idee. Ik denk zo uit mijn hoofd dat ik er een stuk of 3, 4 heb gevangen. Misschien 5. Maar hoe toon je dat aan überhaupt? Ik kan ook geen trophies meenemen van ze. Het enige wat ik kon doen was daadwerkelijk het vlees meenemen. Dat heb ik ook nog eens net gedropt in het kamp. Omdat ik begon te twijfelen aan mezelf en anders te zwaar zou worden. Ik dacht echt, wat moet ik nou doen? En waarom hoor ik niks van hem? Maar blijkbaar stond er gewoon een specifieke tijd voor, want het is nu precies 12 uur 's middags. Waarschijnlijk hadden we van 's ochtends tot precies 12 uur gewoon de tijd om zoveel mogelijk hazen te vangen. Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Ik ben benieuwd of er ook spelers zijn die helemaal geen enkele haas vangen. Sprint en alles is wel goed voor vitality en strength. Hier is het. Oké, wait for Sir Hans. Laat ik nog wat koken. Alle 36 kook ik ook. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik zo'n decoction erin stop. En nu? Nu heb ik er een decoction in zitten. Show me what you've got then. How many buddies have you taken down? Daar is hij. Ja, ik ben benieuwd hoeveel bunnies ik heb gefixt. En dan nog een slokje wijn. How did the hunt go for you, sir? Have we got enough hares? Show me. Looks like we're as bad as each other. It's getting quite late.
I think we've had enough fun for one day. Henry, was that it? What the hell are you doing? Henry, follow me. We're going hunting. Oké, eventjes kijken wat zit daarin. Die hunting arrows, die zijn wel nodig. Ik heb al dat hazenvoedsel daarin gedaan. Misschien is het slim om mijn shield terug te nemen. En wat gekookt. Nou, kijk hoeveel ik heb gevangen en vervolgens gekookt. Er zit hier echt een shitload aan voedsel in. En niemand neemt het mee. Dus het ligt dan uiteindelijk te bederven in die kist. Maar goed, het zal wel. Laten we snel hem volgen. Hij wacht ook niet. Valt me op. Hier, hij loopt gewoon. Nou, ben benieuwd hoe deze missie vervolgt. Wow, wow, wow. Oké, blijkbaar naar dit punt. Ik heb dus nu hertjes voor het allereerst gezien. En het is been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? For what? Ja, maar welke wapens heb ik geëquipped? Ik gebruik de hunting arrow. Daar heb ik maar 3 van. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good! Quiet! So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry! We're gonna chase down that swine! Had hij toch gelijk? Ja! Alright, the game saved. Snel mijn paard pakken. Hoezo meteen objective failed? Mijn horsemanship is wel omhoog. Ik pakte alleen mijn paard. Hallo, bosje. Ik pakte alleen mijn paard en het is al gefailed, man. Erg nice. Hier drinken ze waarschijnlijk. We hebben echt gewoon een deer hunting spot ontdekt nu. Dus dat is wel iets moois voor in de toekomst als we die huiden nodig hebben. Want tot nu toe pak ik alleen nog maar vlees op. Ik kan niet de huiden pakken. Daarvoor moet ik mijn hunting level echt veel verder omhoog krijgen. Dus ik knaag aan die eerste side objective die ik toen kreeg. Die was heel leuk, alleen die had ik toch nooit kunnen voltooien toen. Want ik kan alleen maar vlees pakken van de hazen. Ik kan nooit een hazen huid fixen of iets dergelijks. Daar moet ik die skill points voor hebben. Gaan we naar player. En dan skills, horsemanship, hunting kan ik er nu eindelijk één gebruiken. Dus een gewei van een hert of iets dergelijks kan je nog eerder meenemen dan een huidje van een haas. Dit
is ook gewoon een random gast aan het rondlopen. Yo, dude, waar is Sir Hans? Het is echt een gigantisch gebied ook. Hehe. Wow. Nu snap ik wat de hell is going on. Oh shit, hij zit vastgebonden. I admit it. It's humiliating to get caught by three loose tans. Oh fuck, nu spant het erom, man. Nou, snap ik het. Hij is vastgezet. Even kijken, we gebruiken een long distance arrow. Die doet lekker veel damage. Ik sla de game op. Het moet wel. Als ik dat niet doe, gaat het fout. Game saved. Even kijken waar we precies op de map staan. Hij is dus gewoon vastgezet. Dat is de reden dat ik hem niet kon vinden. Hey, you! Whoa! You sodomite! What's it like to be fucked by a horse, eh? And... ouch. He's gone. Ik heb hem gewoon gekild. Oh, ik neem een oortje mee. En mijn arrow neem ik terug. Ze hebben echt gekke helmets, man. Ik ga ook sowieso even een kledingwissel doen, man. Shit. Oké, ik doe mijn wapen weg en ik ga eventjes een hele aanpassing doen. Het is echt bizar, die guy is letterlijk net vastgezet en ik doe eventjes een modeshow hier. Maar dit is wel echt nodig, want dan kan ik de rest verkopen of droppen. Zo, dus dit is wel gelukt, maar we zijn alleen een beetje vies en een beetje te zwaar nu. In deze kist zit wat. Ik kom eraan, man. Ik kom eraan. Ik maak eerst eventjes van de gelegenheid gebruik. Want ik besef me zojuist dat we gewoon een human camp hebben gefixt. Wat? Er zat niks in. Helemaal niks. Het is gewoon leeg. Yo, fucking hell, man. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit! I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd crush your balls! That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go, then. I've had quite enough excitement already. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him! How is it possible, Ratsey? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir. Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead.
to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, I... Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smil is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Scarlet's. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. En zo eindigt dit echt weer als een gruwelijk lange aflevering. Ik ben hem simpelweg gestart met... Hey man, laten we eventjes gaan jagen in het bos op haasjes. En kijk hoe en waar we nu zijn geëindigd. Ik ga hartstikke bedanken voor het kijken naar deze episode. Holy shit, man. Van Kingdom Come Deliverance. Gigantische storyline. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik vond het een hele vette missie. En daarmee aflevering. Tot de volgende. Tot aflevering 13, guys. Peace.